Zoek je grenzen op en probeer de lol ervan in te zien om over die grenzen te gaan. A gangster is a person that people look up to. Everybody here ain't gangsters in the neighborhood. You know, everybody here gangsters. Trying to better self, that's a gangster move. Working on your health, that's a gangster move. Clearing up the mind, that's a gangster move. Being a man about his word is a gangster move. Trying to better self, that's a gangster move. Working on your health, that's a gangster move. Clearing up the mind is a gangster move. Being a man about his word is a gangster move. Legs folded, got my hands in the diamond mudra. Promote peace, but I still let the iron thunder. I come from under, used to wonder if I survived the summer. Now it's still in here, my heart like a conga drummer. Used to the noise, went to sleep with the trains passing. Fiend for action, now for quiet, got a deep passion. Promoting stillness to the homies like the latest fashion. Put it all in a verse and have your speakers blasting. I've been fasting on the weed and the alcohol. Hard to do it when the bros blowing in the hall. So far from raw, getting calls for narcotics. My elevation show me bigger than them jail cells. Trying to better self, that's a gangster move. Working on your health, that's a gangster move. Clearing up the mind, that's a gangster move. Being a man about his word is a gangster move. I've been alkaline of water, adding chlorophyll. Training my mind to stay focused, manifesting will. Sit in the living room and contemplate. Stay in the zen state, voyage of a hero through the tri-state. Yes, what is your name, what is your leeftijd and what is your sport achtergrond? Kenley, 20 jaar oud, boksen, judo voor een tijdje, paardrijden, dus ja, niet echt veel. Calisthenics ook, want je bent nu hier in het parkje. Ja, calisthenics is meer een hobby voor me, maar ik doe het wel redelijk actief. Ik ben wel redelijk actief erin, ja. Uit al die sporten, wat is je favoriete sport? Dat is lastig, want elke sport is een soort andere smaak toch? Maar ik voel MMA toch wel, want het is, ja. MMA is gewoon heel je lichaam gebruiken, dus ja, ja. MMA, ja, ja, ja. Okay, wie zijn inspiratie voor jou, wat betreft sport? Dus wie heeft jou aangezet om te gaan sporten? Ik zou zeggen, de motivatie die ik zie in mijn vrienden om de betere versie van hunzelf te zijn dan gisteren, dat spoort mij echt aan om zelf ook het meeste uit mij te halen. Want de meeste mensen zijn van, ja, ik weet niet, de mensen om me heen die sporen mij aan om meer te doen, snap je? Bijvoorbeeld als ik hem gewoon echt gewoon bezig zie, echt iedere keer op de grind, iedere keer op Snapchat van hey, we gaan weer, dat ik echt van saang, let's go. Als hij het kan, dan moet ik het ook. Je moet eigenlijk een beetje actief blijven om met elkaar te hangen, snap je? Dus mijn vrienden, mijn watties, ja. Yeah. Mooi. Wat zijn dingen die je van het sporten kan meenemen in je dagelijks leven? De discipline. Ja, vooral de discipline. Ik vind dat de discipline om elke keer bezig te zijn, elke keer je lichaam testen, elke keer het meeste eruit te halen, dat kan je ook gewoon terugvinden in je dagelijkse taken. Gewoon discipline om op tijd wakker te worden, discipline om schoon te maken, discipline om gewoon aan dat verslag te werken, snap je? Dus ja, ik zou zeggen discipline. Ja. Hoe vaak in de week ben je aan het sporten? Kijk, ik probeer het elke zondag te doen, maar het is lastig. Niet altijd heb je altijd de tijd ervoor. Niet altijd is iedereen even ready ervoor. Maar ik weet niet hoe ik het nu al 3-4 keer achter elkaar heb gedaan. Elke zondag, ja. Ja? Ja, ja. En wat zorgt ervoor dat je toch die ene zondag, ook al zijn er andere dingen, hier bent? Is dat die discipline? De discipline en ook gewoon de need voor companionship, gewoon de grappen met je vrienden, dat houdt je ook gewoon lekker bezig. Dus ook gewoon iets om naar uit te kijken, natuurlijk. Wat zou je willen meegeven aan mensen die wel al aan het sporten zijn? En wat zou je willen meegeven aan mensen die nog niet aan het sporten zijn? Zoek je grenzen op. En probeer de lol ervan in te zien om over die grenzen te gaan. Like, zoek niet de pijn op, maar zoek de discomfort op. En zoek het zo vaak op dat het saai wordt, snap je? Dus ik zou zeggen, speel een beetje met wat niet lekker met je zit, tot het wel lekker met je zit. Een beetje raar gezegd, maar ik zou zeggen, speel met je grenzen. Oké, okay. En dat is voor beide? Ja, dat is zeker voor beide. Dat is zeker voor beide, ja. Ja, ja. Top, thanks. Tuurlijk. Dankjewel, man. Tuurlijk.